Wanneer gaan we nou excentrisch schuren in plaats van met een vlakschuurmachine werken? Om de beweging van de machine te zien, zetten we even een paar stipjes op het papier. Als we nu de machine aanzetten, dan zien we dat die stipjes cirkeltjes worden met een diameter van 2 mm. Dat is namelijk ook de uitslag van deze machine. Als we op de excenter ook even een paar stipjes zetten en we zetten hem aan, dan zien we dat die stipjes ook cirkeltjes worden van 2 mm. Met dat verschil dat de zool van de excenter de vrijheid heeft om linksom en rechtsom te draaien. En dat is hier natuurlijk niet. Deze zool staat altijd in deze stand. En dat is ook het verschil in het schuurbeeld. Omdat deze zool kan draaien, maakt die wel dezelfde soort krassen als een vlakschuurmachine. Maar wij zeggen ook altijd, hij maakt zoveel krassen dat je door de krassen niet ziet. En dat geeft een mooi, even schuurbeeld op je werkstuk. Waarbij het bij de vlakschuurmachine zo is, dat als we dat wat uitvergroten, dat dan het rondje wat de machine draait, als het ware door je lak heen te zien is. Je moet hier dus veel langer mee schuren voordat je hem zo mooi gematteerd hebt als met een excenter. En waarom is dit nou belangrijk? Als je bijvoorbeeld hoogglans wilt schuren of je hebt hout of nerfhout wat je wilt schuren en daarna een transparante lak erop zetten, dan kun je natuurlijk niet al die kringetjes in dat hout hebben. Dat wil je dan uiteraard niet zien. Je moet dan met een vlakschuurmachine of heel lang schuren of met een excenter schuren, waardoor je dat mooie schuurbeeld hebt. Wat is dan wel extreem belangrijk van jouw excenterschuurmachine? Dat de zool die erop zit geremd is. We hebben hier een machine waar we de rem tussenuit gehaald hebben. Deze komt dus in hoogrotatie. Elke keer als ik aanzet, dan heb ik schade. En dat kunnen we weer gaan plamuren en weer opnieuw schuren. Allemaal tijdsverlies. De machine met rem draait wel, maar lang niet zo'n hoog toerental. Ik kan nu dus net zo vaak als ik wil de machine even weghalen, mijn werk even aanvoelen en de machine weer terugzetten zonder dat ik hem steeds uit hoef te zetten om die hoogrotatie te stoppen. En dat geeft natuurlijk heel veel tijdswinst en geen schade. Excenterschuurmachines zijn te koop met verschillende uitslagen. 3 mm en 5 mm uitslag van de zool. Voor- en tussenschuren, tussenschuren en eindschuren, het fijn schuren. Er is inmiddels ook een nieuwe variant, de ETS EC. Veel kleiner, veel compacter en uiteraard ook veel lichter. Voorzien van een koolborsteloze motor. Scheelt enorm veel ruimte. Excenterschuurmachines worden ook veel gebruikt bij rondingen en welvingen. Denk maar aan auto's of boten of als je rond hout hebt. Als je zo'n welving moet volgen, dan kan het interessant zijn om een interface pad op de schuurmachine te zetten. En daarmee kun je die rondingen wat beter opvangen. Wat gebeurt er als je een interface pad gebruikt? Dan ontstaat er, zodra je die machine aanzet, een beetje onbalans. Met hoge trillingen als gevolg. De nieuwe ETS EC is dan zo intelligent dat hij herkent die trillingen en laat het toerental zakken. Hoor maar. Zodra we gaan schuren, gaat het toerental weer omhoog. Want tijdens het schuren wordt dat onbalans weer opgeheven. Een extra handige functie op de ETS EC is dat u hem zo kunt instellen dat hij het niet doet als er geen stofzuiger is aangesloten. De machine geeft dan aan, stofzuiger aansluiten alstublieft. Dat is bijvoorbeeld handig op scholen of op plekken waar u boetes wilt voorkomen. Dat mensen alleen maar kunnen schuren als er een stofzuiger op aangesloten is. Hij stopt vanzelf. Wil je nou voorkomen dat je werk beschadigt door de slang, dan is er een gladde slang verkrijgbaar, stroom geïntegreerd en hij is er zelfs in 10 meter. Dan kun je op de stijger schuren terwijl je stofzuiger beneden blijft staan. En met de CTL-SIS stofzuiger in Systener is het nu voor iedereen op elke plek mogelijk om stofvrij te werken. De ideale combinatie. En je weet dat je elke Vestool-machine 15 dagen gratis mag uitproberen.